Mijn naam is Moutader, ik ben 20 jaar oud. Ik ben 10 jaar in België en ik ben geboren in Irak. Ik heb voor de richting transport en logistiek gekozen, omdat dat aansluit bij mijn richting van alle vorige jaren die ik heb gedaan op school. Ja, ik deed economie en ik vond dat deze richting wel gelijkaardig was. Ik was in het vijfde economie, ISO, was ik er niet door en ik had dan een BA-test door mijn Frans, dat toch wel een hoofdvak was. Dus dan ben ik naar CVO Vitant gekomen om dan hier mijn studies verder te zetten en mij te focussen op één bepaald ding. In plaats van verder te gaan studeren ofzo, wou ik direct verder gaan werken en mijn diploma behalen. We krijgen veel voorbereiding op de stages die we gaan doen. Ja, we hadden ook nog sollicitaties met bedrijven die in de haven dan plaatsvinden. En die bedrijven gaan dan zelf zien met wie dat wie dat er goed bij me past en wie niet. Ik heb gewoon mensen cv zeg maar een beetje aantrekkelijk gemaakt. En het ging zelf vanzelf ook wel heel vlot, want de mensen waren zelf ook aan het praten. Waardoor dat ik denk ik bij iedereen de sollicitatiegesprek wel heel vlot ging. Dus het is niet, daarvoor hadden we wel veel stress, maar uiteindelijk viel het nog best mee.